ruikt al heerlijk. Hij ruikt heerlijk en je voelt dat hij is ontzettend fijn gemalen. En dat is heel erg belangrijk bij deze machines. Vandaag ontmoet ik Ruggiero, een barista met Italiaanse roots. Het geheim van zijn heerlijke koffies gaat al 3 generaties mee. Het is allemaal begonnen bij zijn opa, die actief was als barista in Rome. Vervolgens is de liefde voor deze materie 2 maal van vader op zoon doorgegeven. Waardoor Ruggiero zijn passie voor koffie nog steeds deelt met zijn vader. Ik ben hier vandaag in Hilversum, waar ik Ruggiero Maschilongo ga ontmoeten. En hij is hier bij een van zijn klanten, waar het naast het leveren van bonen ook workshops verzorgt. Ruggiero, jij bent dus een barista. Klopt. Nou, tot vandaag dacht ik serieus dat een barista een soort smaak was, blend. Ja. Maar het is gewoon degene die de koffie zet. Barista is een Italiaanse benaming voor barman, eigenlijk. Barman, meester van de machine. Oké, dus het is wel wat meer dan gewoon een koffiezetter? Ja. Ja, je moet beduidend wel kennis hebben als barista zijn. De Italiaanse versie van de barista is net iets anders dan de Nederlandse variant. In Italië ben je echt een barista wanneer je volledig kennis hebt ook van het systeem, het afstellen van de machines, maar ook het interne werk, dus de technieken kent. En in Nederland is het meer een barista in de zin van je beheerst de machine en kan bijvoorbeeld latte art en dergelijke maken. Dus het wordt eigenlijk bepaald door degene die de koffie zet, of is het de smaak van de bonen die het vooral bepaalt? Het is zowel de smaak van de boon als de afstelling en het onderhoud van de machine, de molen en daarbij de hand van de meester. Maar oké, als ik achter dit ding ga staan, of de machine, en ik gebruik dezelfde boon, ja, dan is er toch nog een smaakverschil. Ja, dat zal er zeker zijn. Ja, klopt. Want je mist net eventjes die fijne techniek van het behandelen van de machine en het zetten van de koffie om de allermooiste kwaliteit eruit te halen. En daarom ben jij een barista. En daarom ben ik een barista. En ik niet. Nog niet. Nee. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij mij gaat leren vandaag. Dat is goed. Laten we naar de winkel gaan en laat ik je zien hoe het in zijn werk gaat. Heel goed. Welkom. Dus dit is jullie winkel? Ja, één van de winkels inderdaad, klopt. Eén van de winkels? We hebben een zaak in Harderwijk, daar run ik de winkel. Deze winkel in Hilversum die staat 13 jaar. Hey, en dit is jouw vader waarschijnlijk? Dat is mijn opa. Je opa? Ja, okay. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat is mijn opa in zijn jongere jaren achter een espresso bar in Rome. En waar is jouw passie voor koffie ontstaan? Toen ik klein was, bij mijn vader in de winkel op de Groest hier in Hilversum, toen ben ik eigenlijk begonnen achter de pizza-broodjestafel. En zodoende raak je dan besmet met het Italiaanse virus en dus ook met te lekker naaien de koffie. Nou, ik ben heel benieuwd of jij van mij een barista kan maken. Ja, dat gaat lukken hoor. Geen probleem. Het is de Z-groep, die is gloeiend heet. En als die even stilstaat, betekent dat er ook heel erg heet water in de leidingen zit. Dus wat belangrijk is, is allereerst het heetste water eventjes onttrekken. Dan hebben we hier de molen. Hij is afgesteld. In dit geval doseert deze molen precies 14 gram voor 2 kopjes koffie. Dat verdelen we door middel van eventjes te tikken tegen de filterdrager. Hij ruikt al heerlijk. Hij ruikt heerlijk en je voelt dat hij is ontzettend fijn gemalen. En dat is heel erg belangrijk bij deze machines. Dus de maalgraad is van belang. Daarbij de verdeling en uiteindelijk het aanstampen. Je brengt de stamper in de koffie, drukt hem even op zijn plek. En vervolgens geef hem een goede neerwaartse druk, zodat de koffie puk wordt aangestampt. Ja. Zet hem in de Z-groep. Dan kan de hendel omhoog gehaald worden en de kopjes die mogen eronder. Over hoeveel je over koffie kunt vertellen eigenlijk. Ja, leuk hè? Ja, het is een hele ambacht, een heel belevenis.
Ja, want ik zit bijvoorbeeld hier nu naar jullie koffiebonen te kijken. Mm-hmm. En want hoe ver is dit gebrand dan bijvoorbeeld? Nou, dit is een redelijk donker gebrande koffie. En als je ze zo bekijkt, is het ook leuk om even te laten zien. Dit is bijvoorbeeld het Robusta boontje. Die is wat ronder, wat bolliger. En het Arabica boontje, zoals je ziet, die is wat meer uitgestrekt, wat langwerpiger. Ik had dus helemaal niet gezien dat er twee verschillende bonen zijn. Nee, je hebt precies twee goede gepakt. Ja, dus je hebt de twee groene bonen inderdaad. En daar zit allereerst zit het in een bes. Nou, die bes die doet ongeveer een 8 maanden erover om uiteindelijk geplukt te kunnen worden. En het verschil bijvoorbeeld met een goedkope koffie van de supermarkt, of bijvoorbeeld deze koffies die je bij speciaalzaken koopt, is dat deze koffie is handgeplukt. Dus ieder boontje wat hier gedronken wordt, dat is met de hand uit de boom geplukt. En hoe zie je nou jouw toekomst als barista? Nou ja, positief, want het vak barista wordt steeds meer gewaardeerd. En wij zien zelf al 27 jaar een stijgende lijn in zowel de verkoop van koffie als de verkoop van machines. Het is een hele happening en het wordt ook steeds hipper, moderner. Ja, dus een goede machine thuis is steeds meer vraag naar. Nou, we kijken nu naar een speciale uitvoering van de captuur. En die heeft de naam Barista. Barista, ja. Mooi. Er is een Facebook-actie geweest waarin het publiek gevraagd is of zij een nieuwe naam konden bedenken. En daar is de naam Barista uitgekomen. Toepasselijk. En de kleur is bruin cappuccino. Okay. Hey, mag ik jou heel erg bedanken voor vandaag? Want ik heb enorm veel geleerd van je, behalve over het maken van koffie. Maar heb je ook heel veel verteld over koffie. Mm-hmm. En ik zie jouw passie uit je oren komen ongeveer. Dus heel leuk. Graag gedaan. Ik vond het waar genoeg om je te mogen ontvangen. Nou, merci. Ik heb nog wat leuks voor je, aangezien je heel veel onderweg bent met die mooie auto. Dat is een handpresso. Een handpresso? Ja, een espresso machine, maar dan voor in de auto. Nou, wat aardig van je. Alsjeblieft. Daar ga ik heel veel plezier aan beleven. Nou ja, dit was alweer de 17e aflevering van Renault Live. Ik ben vandaag op stap geweest met Ruggiero. Hij heeft mij zijn passie voor koffie laten proeven. Ik loop een klein beetje te stuiteren, maar ik heb een hele goede dag gehad. Ben je benieuwd met wie ik de volgende keer op stap ga? Vergeet je dan niet te abonneren op het kanaal van Renault Live. En tot over 2 weken.